Een aantal Nederlandse televisiemakers is verontrust omdat in die hele discussie over de herindeling van Nederland 1, 2 en 3 uitsluitend wordt gekeken naar rentabiliteit en kijkcijfers om te kunnen concurreren met die Luxemburgse zender. Ja, u weet wel. Een mooi voorbeeldje nog van dat nieuwe denken over de publiekomroep in de krant op deze zondag. Ja. Een verslag van een symposium gisteren gehouden. En daar zegt de directeur van Interview Nederland bijvoorbeeld: Nederland 1 en Nederland 2 moeten worden geprogrammeerd door één enkel programmabedrijf dat ontstaat door een gedwongen fusie van Ster en Omroepen. Het derde net kan dan worden gevuld met programma's voor kleine groepen op het terrein van onder meer cultuur en educatie. Brutaal. Dat denken. En daarom ruimen wij op Nederland 2 graag wat zendtijd in voor de kleine groep mensen die nog wel is geïnteresseerd in cultuur. Ja, wat zou het leven zijn zonder muziek? En ik had voor mijn vriend Koos een geweldige verrassing. Ik heb zojuist gescoord de nieuwste cd-single van Betty Boo, Where Are You Baby? En zo, door mij bezig te houden met de nieuwste hip-hop muziek, blijf je als oudere jongere forever young. Nou, ik heb zelf geen cd, dus ik ga hem gauw even bij Koos in zijn laadje pletteren. Van Betty Boo. Jezus, Mina, wat is hier aan de hand? Klassiek, klassiek. Welke toetsenist is dit, Koos? Dat is een viool, hoor. Ja, weet ik ook wel, maar die is gesampled. Mooi gesampled. Oh nee, je gaat Vivaldi door je samplen. Oh nee? Dat is Vivaldi. Oh. Dat is klassiek. Oh. Mooie mix. Bah. Hoeveel tracks, Koos, deze cd? Ja, 4 natuurlijk. Hoezo natuurlijk? Je hebt toch wel eens gehoord van de 4-jarige tijden, Rob? Ja, tuurlijk. Lente, zomer, herfst, winter. Nou, dit is dus de lente. Hè? Oh, dit is de lente. Luister nou eens even. Verplaats je nou eens even. Luister nou eens even hoe mogelijk is. Hoor je de lente? Ja, hoor je, in de verte hoor je de schaapjes blaten. Ja, mooi. Mooi. Hoe kom jij zo ineens bij klassiekos? Nou, dat komt door Nights. The Knights? The Nigel Kennedy. Kennedy? Dit is Nigel Kennedy. Oh, die ken ik. Nee, die ken je niet. Jawel, dat hoofd. Nee, dat is nou juist het goeie. Dat het everybody's neighbor is. Dat is de boy next door, Nigel Kennedy. Eindelijk gebeurt dat in de klassieke muziek. En ik was altijd al gek op klassieke muziek. Jij mag de pijn nog. Maar dat waren even die kale knarren van die Penguins, weet je wel. Maar hij is een toffe gozer, hoor. Want hij speelt in een t-shirt en een oversized colbert, weet je wel. Oversized colbert? Nou, niet te oversized. Anders komen ze mouwen tussen de snaren, natuurlijk. Oh. Maar hij zegt gewoon fuck you tegen het hele klassieke systeem, weet je wel. Hij is one of us. Hij is one of us. Nigel Kennedy. Ah, die heeft gespeeld in de Dead Kennedys. Ja, oh nee, hij komt helemaal niet uit de pop. Gewoon een klassieke muzikant, maar een toffe gozer. Eindelijk eens een keertje. Moet je horen. Hè? Mooi of niet? Hoe lang duurt de lente, Koos? Nou, 3 maanden toch? Nee, de lente van Kennedy? Nou, 8 minuten nog. 8 minuten. En als even je mond, blijf Oh ja, ik zou even bij mijn moeder langs gaan. Oh, ga, ja, sorry. Ga maar. Koos, dan laat ik morgen Betty Boo wel horen, hè? Ja, is goed. Of overmorgen. Ik heb geen haast. Kijk maar, haast je niet. Koos is kribbel. Totaal geen gevoel voor klassieke muziek, hè, de jongen. Jammer, hè. Zonde. Jij mag de pijn maar. Dit gaat een krankzinnige lente worden. Nou heb ik mijn moeder net aan White Snake gekregen. En nou draait mijn vriend Koos klassiek. Het is te hard.